Hey mensen! Vandaag zijn we in Wolfslaar, bij deze mooie beker achter mij. En we gaan 3 plekken monitoren, dus we gaan onderzoek doen wat er leeft. Let's go! Dit is de eerste plek. In dit kleine stromende beekje gaan we op zoek naar het bermpje. Een mooi klein visje, dat uiteindelijk in elke beek leeft. En 2 belangrijke dingen voor bermpje. 1. Zandbodem. En 2, heel snel stromend. Het is dus perfect voor het bermpje. Laten we kijken wat we kunnen vangen. We zijn nu dus bij dit stukje hier. En daar zit een mega groot gat waar ik net in viel. Alleen bij gaten zitten vaak vissen en ik heb er één. De eerste vis van vandaag. Even kijken waar die is. Hier. Dit is de 10-doornige stekelbaars. Heel mooi visje. En we wisten dat we deze gingen vangen. Heel veel zitten hier. We zijn bij de volgende plek. Deze hebben we tegengekomen. Ik wil hier toch even kijken, want hier liggen waarschijnlijk kikkers, salamanders en zo. Alleen we hebben helaas geen bermpje gevangen. En ja, jammer. Maar ja, nu weten ze wel dat er dus geen bermpjes leven. Dat het dus slecht werkt. En ik denk dat het komt omdat er te veel stroming in zit. En bermpjes die houden juist van stromende weken, maar niet te snel. Nu gaan we dus hier even kijken. En dan hebben we nog 2 plassen daar. Alleen we zijn eerder, dus we nemen deze gelijk mee. Let's go. Kijk, we zijn nu op de plek van de kroeskapper video. Dus de daders zijn een beetje laag, maar we gaan echt net zo lang hier vissen totdat we een kroeskapper hebben. Let's go. Kijk hoe mooi deze kroeskappers zijn. Hele mooie vissen. Ik had net een water gepakt van een andere plas waar kikkers in leefden. Echt heel schoon water was dat. Dat was dit water. Heel mooi. En je herkent ze natuurlijk, dit zijn jonkies. Je kent ze aan die streep op de achterkant. Dat zie je heel goed bij deze onderste. Bij zijn staart heeft hij zo'n streep. Laten we even een grotere vangen. Dan gaan we over naar plek 3. De laatste plek. Dit is een mooie plas. En ik heb al even gevist en ik heb een zonnebaars. Heel kleintje. Dit is de staafwans. Hij pakt vissen met die grote haken die je onderaan ziet. En hij ademt door het lange buisje. Die steekt naar boven water. En de zonnebaars, dat is echt een exoot. Eigenlijk leeft hij echt overal. En zelfs als je maakt een nieuwe beek of zo, dan zal deze vis bijna de eerste bij zijn, want ze verspreiden zich heel snel. Er is een mooie geelgande watertocht gevangen. Heel mooi beest. Echt een rover. Ik heb al lang niet gefilmd. Alleen ik ben nu bij dit beekje hier. Er zit niet veel. Vooral nieuw aangelegd. Alleen we hebben dus de hele dag geen bermpje gevangen. Geen zilt. We hebben wel heel veel zonnebaars. Toren, kreeften. Rode Amerikaanse rivierkreeften. En
We gaan nu. Dus we hebben veel gevangen. Deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Later.